Als je een, voor jezelf gaat beginnen, dan moet je ook marketing en salesactiviteiten ontplooien. Je moet branding doen, je moet uh, zorgen dat je klanten binnenkrijgt. Hoe doe jij dat? Ja, ik ben uh, eigenlijk net voor de corona lid geworden van uh, Business Open Club. In Heelsum? Ja, uh, nee, ik ben begonnen in Zwolle. Oh. Daar woonde ik toen nog. En, daar hebben ze uh, er ook een? Daar hebben ze er ook een. Op de golfbaan van Zwolle. Uh, op de Golfbaan van Zwolle, ja, klopt. Oh ja, die ken ik. Dan moet ik nog eens naartoe. Goed, ga door. Dat ja, is een leuke baan. Ja, ja, ja. Ja. En uh, uh, nou ja, zodoende en toen werd het online, um, omdat uh, corona kwam, en toen kon je eigenlijk overal uh, uh, binnen online komen. En toen merkte ik eigenlijk wat voor een uh, positief effect dat eigenlijk had op mm -hmm. mijn onderneming, want mijn onderneming viel stil. Ja? En uh, ja, die saamhorigheid, uh, de, de steun, uh, maar ook gelijk uh, hulp van hè, hoe kan je aan je branding gaan werken? Welke tools kan je nog doen? En uh, ja, daar heb ik heel veel aan gehad. En toen realiseerde ik me ook van, hé, hey, ik heb eigenlijk niet nog een businessplan. Dus laat ik ook maar gelijk uh, uh, wat serieuzer worden en een businessplan opstellen. Want anders dan blijf ik maar schieten en uh, ben ik niet gefocust genoeg. Um, en dat heeft wel heel erg geholpen. En toen? Ben je in, hoe ben je in Hilsum terechtgekomen dan? Ik ben in Hilsum terechtgekomen omdat ik in mei verhuisd ben naar dieren. En uh, gezien mijn vriend en ik uh, in het buitenland hebben gewoond. en in Nederland eigenlijk wel een mooi stukje natuur dichtbij wilden wilde hebben. Ja, wilde ja. hebben. En dat is voor ons de Veluwe. En zodoende zijn wij in dieren beland. en uh, ja, ben ik in Hilsum lid geworden. Oh, dat is mooi. En daar komen ja. jullie om de week bij elkaar? daar komen we om de week bij elkaar en uh, eens in de zo, ja, elke week is er ook uh, een 10 minuten presentatie waarbij een ondernemer wat meer vertelt over zijn eigen onderneming um, en uh, daarnaast uh, begin je met een zoekvraag en na de presentatie van een ondernemer um... en de zoekvraag betekent van ik zou graag in contact komen met Klopt, dus je pitcht eigenlijk je onderneming in een minuut en daarnaast vertel je: ik zou graag in contact komen met, liefst zo concr concreet mogelijk, of met wat je zoekt. En dan proberen andere ondernemers mee te helpen in het nog concreter maken of te mee te denken: van hé, hey, zou je dan daar willen binnenkomen? En, uh... Het is een beetje het BNI-concept en ja. uh, het is natuurlijk ook dan meteen vertrouwen in elkaar dat je ook echt de kwaliteit levert die je voorstaat. Ja, ja, want klopt. je verbindt je naam er natuurlijk wel aan. Ja, ja klopt. Dus en da daarom wordt er ook wel vaak één op één afgesproken... om toch de ander ook beter te leren kennen. En daarmee uh, ja, de, vertrouw je de ander ook makkelijker. Ja, je, je vertrouwt dan op elkaar, want je weet precies wat de ander doet... en wat die voor kwaliteiten die heeft. En ja. dan kan je makkelijker iemand gaan aandragen. En ze lopen natuurlijk ook harder voor jou ja. dan voor een ander. Maar een van de dingen die bij zo'n netwerk uh, telt, is uh, dat je ook het netwerk van je collega's uh, kunt adresseren op die manier. Dus jouw netwerk wordt in één keer veel ja. groter. Hè? Ja. Twintig keer of dertig ja. keer zo groot. Ja, zeker. Ja, je bent elkaar eigenlijk aan het helpen. Uh, en uh, uh, mogen ze uh, overlappen, de beroepen, binnen een uh, Business Open Clubje? Nee, dat is eigenlijk beschermd. Um, je mag wel ook op bezoek bij andere clubs. Dus ik was uh, ja, afgelopen vrijdag of ik was laatst weer op bezoek in Zwolle. Um, en uh, als daar een, een iemand is met ook met vitaliteit, dan zou ik moeten vragen van hey, vind je het oké okay als ik ook langskom? Oh, ja, um, dat en moet als ook iemand... zelfs als je als gast er naartoe gaat, moet dat? Ja, dat is wel zo netjes om even te checken of het oké okay is. Want dan weet je. Ja. Of je dan niet hetzelfde aan het pitchen bent. Hmm, um, mooi. Dus er is branche-exclusiviteit. Nou, ik kom vast en zeker nog een keertje terug in Heelsum. Uh, want het is natuurlijk leuk om al die verhalen van jullie te horen. Ja, superleuk. Dank je.